NEC bereidt zich voor op de wedstrijd tegen RKC. Vorige week werd er nog verloren van Cambuur, misschien wel een beetje onterecht. Ja, klopt. Zeker als je kijkt naar het spelbeeld en de kansen die je gecreëerd hebt en eigenlijk hetgeen wat je weggegeven. Maar uiteindelijk telt in het voetbal alleen de uitslag. En waar heb je er nou aan gewerkt deze week? Meerdere facetten. Ik bedoel, vanuit die wedstrijd ook de bezetting voor de goal, kansen creëren. Maar RKC is weer een hele andere ploeg dan Cambuur, dus daar kijk je ook naar. Dus er zijn meerdere dingen die we besproken hebben en die we proberen te trainen. Ali Akman stond de afgelopen wedstrijden weer in de basis. Kortom, na een dipje is hij weer terug en hij scoort ook nog. Ja, yeah, it's going well for me. But for me the important one is I hope I can score all weeks. So this week we're gonna play against Wajik. So I hope I can score also this week. And I wanna keep going like this. Ali kwam aan het begin van dit seizoen over van Eintracht Frankfurt. Maar echt wennen in Nijmegen hoefde hij niet. Ja, yeah, for me it's I came here from Germany, so it's I know it's similar to live, so I like to live here, so I'm so happy about everything, so no problem for me. De ziekenboeg bij NEC loopt langzamerhand vol. Zo zijn er een aantal spelers niet bij. Okita lijkt zelf voor langere tijd er niet bij te kunnen zijn. Die is in ieder geval niet speelklaar voor zondag. En dat ziekenhuis is ook uit een bepaalde voorzorg. Dus we moeten kijken hoe lang het duurt. Maar voor zondag is hij er niet bij, nee. En zijn er nog meer afwezigen voor zondag? Barreto is er niet bij zondag. Pedro Ruiz is er niet bij zondag. En Joep van der Sluis. Zondag reist NEC af naar Waalwijk voor de wedstrijd tegen RKC. Een wedstrijd die gewonnen moet worden. Wij moeten gewoon zorgen dat we ons eigen spel spelen. Dat we 100% scherp zijn, ook in de fases waar het echt om gaat in de wedstrijd. De slotfases, dode speelmomenten. En dan hebben we echt wel een goede kans om te winnen. Alleen RKC zal er ook wat tegenover zetten. Dus het is altijd weer afwachten. Maar we hebben wel vertrouwen uit ons eigen spel. Alleen we mogen niet te vaak zeggen, goed gespeeld, maar geen punten. There are no fans in the stadium. We're screaming your name. Do you miss them? Yeah, of course I miss them. Now we have a good connection with them. I hope this corona thing can finish and we can play with our fans. RKC Waalwijk tegen NEC is zondagmiddag vanaf 12:15 live te beluisteren op RN7.